vandaag wil ik het over het paranormale hebben. Over het, ja, paranormaal. Ik heb hier wat op het brommen, op het web gevonden. En over chakras. Ook een stukje over vertellen. Als je ziet, poppetje. Of man of vrouw zijn. Maar ik heb een vrouw uitgeprint via algebeelden.nl. En ja, chakras. Ik ga het uitleggen wat chakras betekenen. En dit is het poppetje. Dat is kleuren, persoon, mens, noem. En er staan betekenissen erbij. Dus ik ga de betekenis even opnoemen. Even wachten hoor. Okay. Van boven naar beneden. Ja. De kruidenchakra, violet, is meestal paars. Beetje een violette kleur. De derde oogchakra, indigo. Dat is een. Ja, het communiceert met het paranormale, het tussenwereld en dat soort dingen. Communicerend geest, onder andere. Keelchakra, dat zit eigenlijk, de keelchakra. Zit eigenlijk, ja, in mijn boeken van zo. Zit eigenlijk hier, je chakra een beetje in. En die kleur is altijd blauw. De hartchakra. Een hartchakra zit hier. Met dus je borst. En dat is altijd groen. Heb je de zonnevlechtchakra. Die is geel natuurlijk. De heilige beenchakra. Dat is een beetje onder je buik hier. Oranje en dan wortelchakra en dat zit tussen, ja, sorry, tussen je kruis, dat was een beetje gênant, ja. Lekker de chakra dingen even weg, want dat is even te kort. Er zijn heel veel boeken over chakras en ik heb een boek uit de bibliotheek geleend en de gids zegt al van zichzelf, de gids voor het paranormale. En ik ga wel voor het paranormale hebben. Wat is paranormaal? Een van de dingen die ik bijzonder vind uit deze boek heeft te maken met bijvoorbeeld trotskaarten. Ik vind trotskaarten echt heel interessant. Ik laat ook mijn eigen trotskaarten aan je zien. Nou, wat denk ik dat die in mijn bed liggen? Ik ga ze even pakken. Sorry, ja, ik moet even pakken. Dit zijn een trotskaarten. En die heb ik gekocht via Bol.com. Die kostte 20 euro en nog een cent. 99 cent, eigenlijk. 21 euro. Zonder geen kosten. Heel blij mee. Bol.com. Ja, ik vind dat ik dan leuk aan die kaarten vind. Is dat ze hun eigen karakter hebben, hun eigen dingetjes. En het zegt dan het orakel van de schaduw en licht. Gemaakt door Lucy Candice en Jasmine Beckett Griffin. Dus, ja. Dit is de voorhoesje. Ik vind het best wel groot hoor, die gaat. Dus, ja. Dit is natuurlijk het boekje. En we staan allemaal op een plaatje zien. Laat het doorzien hoor. Maar ja, even de plaatjes. En je laat mijn kaarten wel zien. Ik ga mijn kaarten er even uit. Dit is het achterkant van het doosje. Je hebt twee doosjes heb je eigenlijk. Lekker handig. Ik slaap trouwens ook met mijn trotskaarten, want ze zijn anders. Ik vind het gewoon leuk. En zoals je ziet, hebben de trotskaarten aan de achterkant zo'n zwarte. Ja, ik noem het een beetje een vrouw. Engel. Nou, heel mooi getekend. Dit is het begin van de kaart. Het is helemaal niks. Gewoon, ja, woorden. Ja, de woord zegt dat voor zichzelf, wat voor kaart het is. Je kan ze trekken, je hebt misschien een manier die je kan trekken. De emote is dood. Dus ja, het is ook heel mooi getekend, hoe mensen dat tekenen. Weet ik dat ook, teken ook heel vaak. Ik vind het heel bijzonder gewoon. Weet je, dat doe ik ook aan toe.
Als je zegt dat het kan zijn dat iemand je gebruikt hebt, of dat je net uit elkaar bent gegaan, of dat je een beetje gedumpt bent. Misschien moet dat een echt goede kaarten. Ik ben ook super blij mee dat ik ze gekocht heb. Want, ja, veel mensen vinden het als kaarten eng, of iets apart. Je moet niet denken aan dat kaart dat je echt antwoord. Je krijgt wel antwoord, maar ook weer niet zulke antwoorden. Ik hoop dat het verschilt. Het ligt aan de kaart wat je in je hoofd hebt. Ik vind het gewoon hele mooie kaarten. Ik ben ook heel blij mee. Ik heb ze mezelf gekocht. Want ik dacht, dan moet je jezelf winnen. Toch? Het spirituele is voor mij ook heel belangrijk. Veel mensen, paranormaal heb ik wel eens bijna hetzelfde. Nee, het spirituele is meer. Ja, ik moet zeggen, iets positiever. Het verlies. De kaart zegt het al. De zegen van de verduistering. En de kaart die ik vandaag heb gereden, hoor. Zo je voelen. Dat betekent gewoon dat je iets moet verbreken of vriendschap of weet ik veel. Iets met iemand moet je gaan verbreken. Een kaart ligt nooit hoor. Sorry. Echt nooit. Deze. Ja, ik heb het super. Deze. Mooi gemaakt echt. Echt je pop. Om die kaart te maken. De kaarten. Kom ik straks op terug. Iedereen een eigen betekenis, een eigen nummer. Dus de nummer, ja, kan je ook opzoeken. Ik heb nou echt te bedenken op tafel moet, maar ik heb er geen ruimte voor. En om een keer heb ik die kaarten zien hoe ik ze spreid. Nummer, dat laf je in mijn volgende video. Ik heb heel lang geen video gemaakt. Maar ik ga het binnenkort weer veel maken. En als je niet werkt. Dit is echt een mooie kaart, Aula. Gewoon Aula. Dit is enkel dus tijd dat je gewoon te veel werkt. Dus ik ging eigenlijk allemaal niet. Het geeft uit het verleden doe ik ook heel vaak. Dan denk ik gewoon, ik had het verleden, dat volgens mij. Of Elf in de Malle Molen. En ik ken het wel, Leven van de Malle Molen van het leven. Ik vind dat al geweldig. Ik zou ook wel zo'n poppetje willen zijn. Hier ben. En dat vind ik wel een buitenpoppetje. Als je mij even de tijd geeft, dan maak ik ze goed. En dan leg ik ze allemaal op een draadje. En dan ga ik ze nog beter uitleggen. En je denkt van al die kaarten hebben we nog gezien. Heel leuke dagen. Maar wat kan zo'n kaart doen? Ik ga het even uitleggen, goed? En dan leg ik ze allemaal op een draadje voor je. Deze kaart, dat kaartenboek, hij staat hier in het boek. Je ziet, is dit uitleg, dankwoord. Ook uitleg wat voor wezens er zijn. Okay. Zoals je ziet, je kan gebruiken. Dienst, dus verleden, heden, toekomst. Ja, verleden, heden, toekomst. Het is